Het project dat we hebben ingediend is een antwoord op een heel specifieke call vanuit Europa, een Erasmus Plus project, waarbij dat de focus lag op digitaal onderwijs, naar aanleiding van de hele COVID-situatie en de impact daarvan op het onderwijs en ook het inclusief maken van het onderwijs. Dus dat waren de twee elementen die in de call zaten en daar hebben we met ons project een antwoord op proberen te bieden. We hebben dan een blauwdruk gemaakt dat wij via onze internationale dienst hebben uitgestuurd naar heel veel verschillende universiteiten. We hebben ook een heel grote respons gehad en we hebben dan een heel mooie selectie kunnen maken tijdens de zomer van 2020, waarbij dat we eigenlijk een consortium met 6 verschillende partners hebben kunnen samenstellen. Het onderdeel van het programma waar wij verantwoordelijk voor zijn, waar Echo verantwoordelijk voor is, is het ontwikkelen van een awareness raising tool. En het idee daarachter is dat het creëren van bewustwording over wat studenten nodig hebben in inclusief onderwijs, dat daar nog het nodige op gedaan zou moeten worden. De context met e-inclusion is wat er specifiek aan bewustwording nodig is en hoe bijvoorbeeld een awareness raising tool daarop kan inspelen. We komen natuurlijk allemaal vanuit onze eigen context, verschillende landen, maar ook bijvoorbeeld universiteiten, open universiteiten en organisaties. Wat we nu proberen te doen is om te zorgen dat we dat allemaal mee kunnen nemen en dat het project in dat opzicht ook op meerdere vlakken toepasbaar is. En zelf werken wij voornamelijk op het vlak van culturele diversiteit en zorgen ook dat de studenten waarvoor het systeem niet altijd gemaakt is, ook traditioneel gezien, dat die zich wel daar ook naartoe gaat verhouden en beseft dat daar verschillende behoeftes zijn en die proberen we eigenlijk in dit project aan te kaarten. Er zijn heel veel kansen als het gaat om online onderwijs en het gebruik van technologie. De uitdagingen zitten heel erg op het persoonlijke vlak. Dus wat je nodig hebt om inclusief onderwijs, of goed onderwijs voor alle studenten te creëren, is dat iedereen zich een bepaalde mate van belonging voelt, van het gekend worden. En dat is een stuk lastiger als je als persoonlijk contact ontbreekt. Wat we doen is we maken een handboek met verschillende tips en waarin we een raamwerk uitwerken. Dat handvatten biedt voor docenten om aan de slag te gaan. Wat we daarnaast doen is dat we online modules gaan ontwikkelen, waaronder een awareness module. En wat we ook doen is dat we deze online modules in een online cursus stoppen en we daarmee een pilot doen volgend jaar. Als diversiteit gaat over wat voor behoeften spelen er binnen een klaslokaal, dan gaat inclusie echt over hoe kan jij daar als docent of iemand die voor de klas staat daar voor zorgen dat ze zich ook gehoord en gezien voelen. Czas edukacji zdalnej, w który tak weszliśmy nagle, bez żadnego przygotowania, potraktowaliśmy na naszej uczelni jako takie wyzwanie bardziej niż zagrożenie. To znaczy, no, niewiele mogliśmy zmienić w tej sytuacji, ale mogliśmy ją wykorzystać albo po to, żeby narzekać i mieć takie poczucie straty, albo po to, żeby to była dla nas jakaś ważna lekcja. I lekcja była taka, że w kontekście studentów z niepełnosprawnościami czy specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to są nowe szanse, nowe możliwości. Dlatego, że na przykład jeśli chodzi o studentów niesłyszących czy słabosłyszących, edukacja online, gdzie mają dostęp bezpośrednio do głosu, do twarzy, do słuchania z ust, do wielu materiałów wizualnych, które pojawiały się w czasie edukacji zdalnej, to było coś bardzo pozytywnego. Oni mogli też lepiej gospodarować swoim czasem, nie tracąc go na przykład na dojazdy, co w sytuacji niepełnosprawności ruchu zabiera dużo więcej czasu. Studenci z autyzmem z kolei mogli mieć bardziej komfortowe takie warunki sensoryczne, akustyczne, studiując w domu. Oczywiście mamy świadomość, że pandemia zmienia, nie chcę użyć słowa zabiera, ale zmienia wiele w relacjach i oczywiście, że dbamy o to, żeby tych relacji takich osobistych, personalnych było jak najwięcej, to jest ogromne bogactwo. Niemniej jednak pandemia pokazała nam taką nową lekcję, nową szansę i mówimy tak, że my już jakby nigdy nie wrócimy do tego czasu sprzed pandemii. My będziemy w zupełnie innym miejscu po pandemii, czyli korzystając z tej pandemicznej lekcji idziemy w stronę takiego nauczania bardziej hybrydowego, bardziej otwartego też na technologię, na to, żeby te elementy edukacji zdalnej w edukacji studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami były po prostu ciągle obecne, bo mogą być korzystne. I represent the Knowledge Innovation Center. We are a Maltese-based company and this is, I think, our 6th project in the field of equity and inclusion. So when it comes to bringing expertise, I believe that we bring on the table
experience from other projects and how far they moved this topic into discussion and policy level with the higher education institutions. Now the biggest challenge is to look for specific competences that teachers need to develop for the online setting. Para nosotros, para los profesores de nuestra universidad, nuestros estudiantes son verdaderos héroes. Muchas personas que trabajan, que tienen un trabajo a tiempo completo, que tienen responsabilidades familiares y que tendría muy difícil acceder a una universidad presencial convencional. A todos ellos les tenemos que ofrecer un servicio de gran calidad y eso pasa por ser conscientes de sus distintas características, por lo tanto de su diversidad y saber y poder avanzar y mejorar en el servicio que le proporcionamos. Este proyecto nos ayudará a ello sin duda.